Anouk brak in 1997 door met het nummer Nobody's Wife. Daarna volgden nog vele hits zoals Sacrifice and Girl, stond ze op de grootste podia van ons land en staat haar prijzenkast vol met awards. Voor haar nieuwe nummer I Want Play That Game zoekt ze echter via Facebook haar nieuwe producer. Wij van BNN Today hebben 3 producers benaderd om hier aan mee te doen. Deze man werkte samen met Ali B en Jesse en is te maken van de Lijpe Mokroflever. Zijn muziek is te horen in films als Nachtwit. En als artiest heeft hij onlangs het nummer Sluit Jezelf Niet Af uitgebracht, met in de clip niemand minder dan Tycho Gernand. Dit is Kaya Man. We zijn een beetje bij het origineel gebleven. Met akkoorden heb ik ook niet veel gedaan. Het gaat voornamelijk nu op dit moment om de kick en snare. Maar nog steeds wel met de gedachte van hiphop. Nog steeds wel gesampled, nog steeds wel vuil. En wat ik net deed, ik haalde net stof vanuit mijn plaat. Dat stof wil ik gewoon opnemen. Dat wil ik dan creëren. Het zou vet zijn dat Anouk kiest voor iets wat meer hiphop is en wat dat ze een keer een andere poging probeert te doen. Hiphop is al rauw en zij is rauw, dus die twee dingen combineren al. En ik had ooit eens een remix van haar gehoord, ik weet niet of dat officieel was, van Trilext. Die had een remix gedaan met een hele rauwe laag, met heel veel sub. En dat vond ik al zo best wel, 3 days in a row was dat. Vond ik al heel vet klinken, dus ik dacht, hey, zij... Als zij echt de rauwe hiphop, dat Premier-achtige sound zou doen, dat zou wel heel vet zijn.